Op de rakettenbaan van Woomera in een onbewoond gebied van Centraal-Australië vond enige tijd geleden de tweede Britse atoomproef plaats. Om de explosie zo goed mogelijk te filmen werden op een hoge toren op een afstand van 25 kilometer camera's gemonteerd waarvan sommige 100.000 beelden per seconde kunnen belichten. Instrumenten werden opgesteld om de hitte en de radioactiviteit te meten die door de ontploffing zouden ontstaan. Eveneens op 25 kilometer afstand bevond zich de Engelse atoomgeleerde Sir William Penny, de leider van de Brits-Australische groep die deze proef had voorbereid. Men had gewacht op een goede windrichting om te voorkomen dat de levensgevaarlijke radioactieve wolk zou afdrijven naar de 600 kilometer verder gelegen bevolkingscentra. Raketten voorzien van allerlei meetinstrumenten werden in de enorme wolk geschoten. Vanuit een andere hoek zag dezelfde explosie er zo uit. Opnieuw heeft Groot-Brittannië getoond dat het evenals Amerika en Rusland nu ook beschikt over dit vernietigende wapen. De radioactieve wolk nam tenslotte de vorm aan van een vraagteken. Het teken dat past bij de kwellende vraag hoe de wereld de atoomkracht zal gaan toepassen.